Rechte lijn over zijde door en hij heeft er zin in. Catuso Boko gaat lekker aan het bit. Jaap van Rijn kijkt een keer opzij. Ziet daar zijn dichtstbijzijnde tegenstander, dat is Jannie van Tim. En daarachter gaat nu zo langzamerhand een halfspoortje naar buiten. Maar meer dan een halfspoortje is het ook niet. Junior Kite. Junior Kite gaat nog niet aanvallen. 15-1 de tussentijd. En zo gaan ze de laatste bocht in. Catuso Boko leidt. Catuso Boko, kaboom, moet hopen op een gaatje. En daar gaat de aanval komen in het derde spoor nu van Veld en Revenge. Dan komt het gaatje voor kaboom ook vanzelf. En dat zal Krebas lekker vinden. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Catuso Boko en kaboom. Het gaat een sprint worden tussen deze beiden. De rest moet even passen. Plaats 3 is voor Jannie van Tim op dit moment. En ze zijn in de laatste rechte lijn. En dan gaat kaboom naar het buitenste spoor. Kan kaboom dan nog een keer schieten? Schiet hij met scherp vandaag. Aan de binnenkant Catuso Boko. Kaboom aan de buitenzijde. Kaboom komt wel dichterbij. Kaboom komt dichterbij. Krebas wilde heel graag langs. Catuso Boko vecht terug aan de binnenkant. 12-5, de laatste 500 meter. En op de streep. Kaboom! Wint hem voor Catuso Boko. Die is inmiddels al officieel, dat is geworden Kaboom met Bas Krebas. Bas, van harte gefeliciteerd. Dit was Kaboom op zijn best. Ja, super. Maar het komische is, ik was in het hokje bij Fokje daar te drinken met een warm chocomel. Ze zei, moet je slagroom op? Ik zei, nee, want straks ook foto van is geklopt. Dus is geen slagroom, net gewonnen. Nee, super. Koers op maat, kon niet beter. Absoluut. Super. Bas, dit is al het tweede onderdeel van... Alkmaar XXL, de tweede serie. Er zijn 7 koersen geweest, 40.000 euro prijzengeld. Waanzinnig, denk ik. Ja, fantastisch. En mooi is, wij hebben er 3 van gewonnen. Dus daar ben ik heel blij mee. Nee, top. Top idee om dit zo te doen. Die Alkmaar paarden kunnen zo goed geld verdienen. Al is dit natuurlijk een wolvengapaard, want hij is op Alkmaar minder als hier. Hij loopt hier zijn beste koersen. Mooi. Kaboom pakt ook 2 keer een onderdeel van Alkmaar XXL. Geweldig. Het wordt natuurlijk achter de schermen geëvalueerd. Zou jij nog iets aan veranderen aan zo'n formule? Nee, dat laat ik aan Peter en Robin over. Die kunnen dat zo goed, daar ga ik me niet mee bemoeien. Gaan we dat horen van de mannen. Daar komt vast een keer een ingezonden stuk. Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. En dames en heren, Kaboom is een 5-jarige donkerbruine merrie van Explosive Matter uit Andalus. Gefokt door Patrick Davison, Henk Sonderman en Jeroen Engweda in gezamenlijke vorm. Trainer Bas Krebas, rijder Bas Krebas en eigenaar Peter Deles van Stal PD. En ze winnen hier in 1-15-0. En daar gaat hij, Bas Krebas, hij is de winnaar van de Alkmaar XXL, de derde finale en het laatste onderdeel van voorlopig. En start is gevallen en dat gaat niet heel goed voor sommige paarden. Kaboom die maakt een galoppaarde en dat deed voor het startpunt Kismi Kwikkel. Galop nummer 9. Het was niet Kaboom die sprong, het was de 9 die sprong. Flavius Boko, ik zag Kooiman en dan dacht ik automatisch Kaboom. Maar Kaboom wordt gereden door de trainer zelf, Bas Krebas, en die ligt op plek 2. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. De leiding is in handen van Catuso Boko, de favoriet. Kaboom ligt op zijn rug, daar hoef je niet blij mee te zijn. Want daar gaat Kaboom straks zeker nog wel achter vandaan komen. Dan Ibsen Boko op plek 3. Vierde plek aan de buitenkant is dan voor Niels Jongejans. Die daar positie heeft gevonden, maar daar waarschijnlijk niet graag wil liggen met Veld en Revenge. Daarachter gaat Bakker mee naar voren. Bakker rijdt Junior. Kite. En achter Junior Kite aan gaat de trainer van Junior Kite met Jannie van Tim. Daarachter ligt weer een trainingsgenoot, Kenicky Kite. En aan de relingszijde sluit weer aan Kiss Me Quick.
Ze hebben de eerste 500 meter gehad. Is de leiding in handen van Katusso Boko, de favoriet. En die eerste 500 meter ging in 1:14:02. Katusso Boko leidt. Aan de buitenkant komt dichterbij Velten Revenge. Daarachter aan de relingzijde ligt Kaboom. Ook aan de relingzijde Ibsen Boko. En door het derde spoor gaat nu de vlieger naar voren. Het gaat hem te langzaam. Jannie van Tim zoekt de aanval. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune door. We hebben straks nog een volledige ronde te gaan. Hij wil graag het spoor naast de leider hebben. Normaal gesproken hoef je daar niet eens om te bedelen. Die krijg je gratis. En dat is hier ook het geval. 18:05 de tussentijd. Gaan de laatste kilometer in. En nu neus Jannie van Tim naast Katusso Boko. Velten Revenge heeft een rug. Daarachter aan de relingzijde Kaboom. Daarachter in het tweede spoor ligt Junior Kite. En aan de relingzijde Ibsen Boko. Laatste tweetal aan de buitenkant ligt de 7. En dat is Kenneke Kite. Met aan de relingzijde daarnaast Kiss Me Quick. Rechte lijn overzijde door en hij heeft er zin in. Katusso Boko gaat lekker aan het bit. Jaap van Rijn kijkt een keer opzij. Ziet daar zijn dichtstbijzijnde tegenstander, dat is Jannie van Tim. En daarachter gaat nu zo langzamerhand een half spoortje naar buiten. Maar meer dan een half spoortje is het ook niet. Junior Kite. Junior Kite gaat nog niet aanvallen. 15-1 de tussentijd. En zo gaan ze de laatste bocht in. Katusso Boko leidt. Katusso Boko. Kaboom moet hopen op een gaatje. En daar gaat de aanval komen in het derde spoor nu van Velten Revenge. Dan komt het gaatje voor Kaboom ook vanzelf. En dat zal Krebas lekker vinden. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Katusso Boko en Kaboom. Het gaat een sprint worden tussen deze beiden. De rest moet even passen. Plaats 3 is voor Jannie van Tim op dit moment. En ze zijn in de laatste rechte lijn. En dan gaat Kaboom naar het buitenste spoor. Kan Kaboom dan nog een keer schieten? Schiet hij met scherp vandaag. Aan de binnenkant Katusso Boko. Kaboom aan de buitenzijde. Kaboom komt wel dichterbij. Kaboom komt dichterbij. Krebas wilde heel graag langs. Katusso Boko vecht terug aan de binnenkant. 12:05, de laatste 500 meter en op de streep. Kaboom!